DNA-voorzitter Jennifer Gerling-Simons heeft na 10 jaar een leiding te hebben gegeven aan het parlement vandaag afscheid genomen. Zoals gebruikelijk wordt bij de wisseling van de wacht een foto van de gewezen voorzitter in de fotogalerij in het DNA-gebouw geplaatst. Simons heeft 24 jaar een zitting gehad in het parlement, waarvan 10 jaren als voorzitter. Tegenover de pers zegt ze dat dit afscheid een bijzonder moment voor haar is. Ik ben vandaag echt dankbaar gestemd dat ik heb mogen werken in de Nationale Assemblée. Zoveel jaren. En sommige van de mensen die hier nog zijn, hebben vanaf het begin met me gewerkt, toen ik parlementslid was. Maar ook als voorzitter, ik bedank u allemaal hier. Ook de leden, ik zie dit briefveld hier, met wie ik heb mogen werken. Ik weet dat de mensen hun best hebben gedaan. Ze hebben ondersteund wat we wilden doen hier in het parlement. Om van het instituut toch wel een meer professioneel instituut te maken. Dat is niet altijd gemakkelijk geweest voor ze. Want het is niet makkelijk om in een veranderend instituut te werken. Iedereen heeft zijn best gedaan, denk ik, naar wat die kon geven. Ik heb gisteren het al gezegd. En ik ga het benadrukken, omdat ik hoop dat het een deel is van de legacy die ik achterlaat. En dat is dat ik mensen heb aangetroffen hier in de Nationale Assemblée. En we kennen ons instituut. Maar er is niemand wegens veranderde beleidsinzichten thuisgezet. Het personeel van DNA dat vol lof is over Simons gaf haar een presentje. Het heugelijk moment is ook gevierd met het resultaat van een DNA-quiz. Het doel van de quiz was de parlementaire kennis van de burgers te vergroten. In de afgelopen dagen zijn deelnemers in de gelegenheid gesteld hun antwoorden op te sturen. Ja, ik ben zeer blij dat het is gelukt om vandaag toch de prijswinnaar te identificeren. We hebben, zoals u dat zelf heeft gezien, geprobeerd om het bestuurlijk systeem van ons land first-hand aan onze kinderen en jongeren te tonen, te onderwijzen. Ik moet ook de voorlichting daarvoor specifiek bedanken. Spelletjes ontwikkeld voor de scholen, maar ook de jongeren en de kinderen hier ontvangen. En om de kennis over het systeem van Suriname, het bestuurlijk systeem, te bevorderen, is dus die quiz op DNA TV geweest. En de uitslag daarvan is vandaag. Ik heb een telefoon ter beschikking gesteld, specifiek om de mensen aan te moedigen. En om ervoor te zorgen dat niet alleen die kinderen, maar ook die ouders zich verdiepen in het systeem. DNA-voorzitter Jennifer Gerling-Simons, die vandaag afscheid heeft genomen van het college, waar zij 24 jaren haar diensten heeft geleverd. De afgelopen 10 jaren heeft ze gefunctioneerd als DNA-voorzitter.